Vandaag een antwoord op de vraag van Minke. Minke kampt heel regelmatig met ontstekingen in haar lijf. Deze blijven maar terugkeren en terugkeren, ondanks het gebruik van ontstekingsremmende medicatie. Heel regelmatig. De vraag van Minke is dan ook, hoe kan het dat terwijl ik regelmatig ontstekingsremmende medicijnen gebruik, wanneer ik weer eens met een ontsteking in mijn lijf kamp, dat deze steeds herhaaldelijk terug blijft keren en dat ik, ja, haast continu wel ergens een ontsteking in mijn lijf heb. Hoe kan dat? Nou, Minke, laten we het eens hebben eerst over ontstekingen en wat dat eigenlijk is. Een ontsteking, dat is namelijk een reactie van jouw cellen, of eigenlijk een keten, een kaskade aan allerlei reacties van jouw cellen op schade. Schade aan hun membranen. Dus het celmembraan, maar ook in je cellen zijn allemaal membranen aanwezig. Wanneer schade ontstaat aan de membranen van en in jouw cellen, dan zullen je cellen ontstekingsreacties gaan vertonen op die schade. En waarom? Ja, ze kunnen niet goed functioneren, je cellen, wanneer ze wanneer hun membranen beschadigd zijn geraakt. En een ontsteking is dus een reactie daarop. Een reactie op schade aan de membranen in en van je cellen. Wanneer jij ontstekingsremmende medicatie gebruikt, dan rem jij deze reactie van je cellen op schade aan hun membranen. Maar de oorzaak van de schade, ja, dat wordt niet weggenomen door die medicijnen. En de schade, ja, wordt ook niet hersteld door de stoffen in die medicijnen. Dus dat blijft bestaan. De oorzaak van die schade blijft aanwezig. En de schade blijft ook aanwezig. Dus op het moment dat jij stopt met de ontstekingsremmende medicijnen, die puur die reactie op schade onderdrukken, remmen, tegenhouden, ja, en de schade hier is nog steeds, of die is misschien wel groter geworden, en is in ieder geval niet hersteld, ja, dan komt meteen weer een ontsteking aan bod op het moment dat jij die medicijnen stopt. Wat is dus nodig om niet steeds opnieuw weer een ontsteking te verkrijgen nadat jij met ontstekingsremmende medicijnen bent gestopt? De oorzaak van de schade aan membranen in je lijf moet weggenomen worden. En de schade die heerst in je lijf moet hersteld worden, want niet eerder dan dat, aangezien een ontsteking een reactie op schade aan membranen is, ja, zullen de ontstekingen in je lijf niet terugkeren en uitblijven. Dus we moeten het gaan hebben over het ontstaan van schade aan membranen en het herstel van schade aan membranen. Wat daarvoor nodig is en wanneer dat ontstaat. In jouw cellen worden voortdurend stofwisselingsprocessen uitgevoerd. Die stofwisselingsprocessen kan je onderverdelen in twee delen. Een katabool afbrekend deel en een anabool opbouwend en herstellend deel. Welke processen uitgevoerd worden in en door jouw cellen, dat wordt bepaald door de hormonen in jouw lijf die op dat moment aanwezig zijn in jouw lijf, want die stimuleren je cellen om bepaalde processen uit te voeren. En dan heb je hormonen met katabole eigenschappen. Dat zijn dus hormonen die de uitvoering van katabole, afbrekende processen, in je cellen stimuleren. En je hebt hormonen met anabole eigenschappen, dat zijn de hormonen die de uitvoering van anabole opbouwende en herstellende processen in je cellen stimuleren. Wanneer jouw cellen regelmatig of misschien zelfs voortdurend gestimuleerd worden door die hormonen met katabole eigenschappen om afbraakprocessen uit te voeren, dat wil zeggen de splitsing, afbraak van grote moleculen tot kleinere delen, maar daar volgt vervolgens niet een anabolproces op, dus een opbouwend en herstellend proces op, dan kunnen je cellen
zeggen, de afbraakproducten, die zijn afvalstoffen, die zijn voortgekomen uit de afbraak van die katabole processen. Niet uitscheiden, kunnen ze ook niet energie putten uit de afbraakproducten, brandstoffen in de mitochondriën van hun cellen en kunnen ze hun taak niet uitvoeren, want jouw cellen hebben allemaal taken. Kliercellen die moeten hormonen of sappen vormen en uitscheiden. Zenuwcellen moeten neurotransmitters vormen en uitscheiden. Ja, dat kunnen ze allemaal niet. Wanneer na uitvoering van katabole processen niet ook meteen de uitvoering van anabole processen plaatsvindt. En dan, wanneer na uitvoering van katabole, afbrekende processen, en jouw cellen die dan allemaal afbraakproducten bezitten, maar daar vervolgens niks mee kunnen doen, omdat ze niet gestimuleerd worden om anabole processen uit te voeren, ofwel gestimuleerd worden om deze uit te voeren, maar dat niet gaat, omdat ze stoffen missen om dat uit te kunnen voeren, dan ontstaat schade aan de moleculen die aanwezig zijn in de membranen van jouw cellen. Het ontstaan van nieuwe schade kan dus enkel voorkomen worden en de al heersende schade aan de membranen van je cellen kan ook enkel hersteld worden wanneer je cellen eindelijk, behalve katabole processen, ook eens toe gaan komen aan anabole processen. Want enkel gedurende de uitvoering van anabole processen kunnen je cellen de afbraakproducten die zijn voortgekomen uit de afbraakprocessen in de cellen uitscheiden. Enkel dan zijn je cellen ook in staat om membraaneiwitten en membraanvetten te vormen en deze in hun celmembranen te plaatsen ter vervanging van beschadigde varianten. En dan enkel kan nieuwe schade, het ontstaan van nieuwe schade, dus voorkomen worden en kan de al heersende schade aan de membranen van je cellen hersteld worden. Dat is dus afhankelijk van de uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen in je lijf en alle cellen in je lijf. En wanneer kunnen je cellen enkel anabole processen, dus die opbouwende en herstellende processen uitvoeren, waar ook de afvoer van afvalstoffen, afbraakproducten onder valt en het herstel van beschadigde moleculen in hun membranen onder valt, dat is wanneer jouw lijf en dus ook alle cellen in jouw lijf door jou goed voorzien wordt, is en blijft in vocht en alle zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Dat betekent dat wanneer jouw voeding niet goed voorziet in vocht en alle essentiële voedingsstoffen, je lijf, alle cellen in je lijf, niet goed in staat zijn om anabole, opbouwende en herstellende processen uit te voeren, niet goed in staat zijn om heersende schade te herstellen, enkel in staat zijn om katabole processen uit te voeren en nog meer schade zal ontstaan. En ja, dan zullen dus ontstekingsklachten steeds terug blijven keren, want het voorkomen van het ontstaan van nieuwe ontsteking, wat dus een reactie van je cellen op schade aan hun membranen betreft, en het herstel van al heersende schade in je lijf aan de membranen van je cellen, dat enkel kan jij oplossen en verminderen wanneer jij met je voeding ervoor zorgt dat je lichaam toe kan komen aan de uitvoering van anabole, opbouwende en herstellende processen. En dan kan je lichaam, alle cellen in je lichaam kunnen daar enkel aan toekomen wanneer jij ervoor zorgt dat je steeds vocht en alle essentiële voedingsstoffen, dat zijn met name bouwstoffen, ja, en dat hebben je cellen natuurlijk nodig om beschadigde moleculen in hun membranen te kunnen vervangen door onbeschadigde varianten en dat weer op te bouwen. Jij moet die aanleveren en doe jij dat niet onvoldoende, ja, dan kan de al heersende schade in je lijf, aan de membranen van je cellen, dat wat ten grondslag ligt aan je ontstekingen, niet hersteld worden. Ja, en dan kun je leuk een poosje ontstekingsremmers gebruiken. En zodra je dat weer start, zal die ontsteking gewoon weer opkomen doemen, opvlammen. Want ja, om dat te voorkomen,
moet jij zorgen voor herstel. Jij moet de schadeherstelstoffen, baalstoffen, daarvoor aanleveren.